iedereen van Slankcafé TV. Leuk dat jullie weer kijken naar deze video. In deze video wil ik jullie weer wat tips gaan geven, met name over salades maken. Want ik krijg veel vragen van jullie van Farah, wat kan ik eten met een lunch? Nou, ik eet voornamelijk salades als lunch. Eigenlijk ook in plaats van brood, want zoals velen van jullie misschien al weten, eet ik niet zo heel erg graag brood. En als ik dan brood eet, eet ik speldbrood. Maar voornamelijk eet ik salades. En ik wil jullie even laten zien hoe ik dat maak en welke ingrediënten ik daar meestal voor gebruik. Nou, als eerste zie je hier wat verschillende soorten groentes liggen. Denk bijvoorbeeld aan een komkommer of een tomaatje. Maar dat kan ook een wortel zijn. Of wat paprika stukjes, wat blaadjes sla. Ik heb ook zilveruitjes eigenlijk altijd standaard in de kast staan. En wat olijfjes. Is ook super lekker door salade heen. En dit blokje, dat is mozzarella. Als je mozzarella er doorheen doet, dan krijg je ook dat je salade wat gevulder wordt. Snij je gewoon allemaal in kleine stukjes en dan doe je gewoon door je salade heen. Ook super lekker. Daarnaast maak ik gebruik van vis in blik. En om gewoon ook wat proteïne toe te voegen, want er zitten plantaardige proteïne in deze vissoorten. En die voeg ik dan toe door mijn salade heen. Dit doe ik niet altijd, maar wel eens als ik daar gewoon zin in heb. Dit is bijvoorbeeld een tonijn in blik, in water. Dat doe ik gewoon open en sap haal ik er eventjes uit. En het hele blikje roer ik dan door de salade heen. Zo maak je dat je salade nog meer proteïnrijk is en nog veel gevulder wordt. En is ook gewoon erg gezond. Daardoorheen kun je wat kruiden gebruiken. Als ik kruiden gebruik voor salade, dan is dat tijm, selderij. Ik heb hier ook dille. Is ook erg lekker. En munt. Dus moet je gewoon een beetje doorheen doen en kijken of je het dan lekker vindt. Wat je ook door salade kan gebruiken, is misschien een beetje gek, maar ik vind het heel lekker. Dat is kaneel. Kaneel is ook gezond voor je en het geeft een lekkere smaak ook aan je salade. Dus die kan je er ook af en toe een beetje doorheen doen. En als sla sausje vind ik het super lekker om hazelnootolie, kan ook walnootolie zijn, een beetje door de salade heen en dan goed roeren, goed husselen, alles door elkaar. Dat geeft ook extra een lekker smaakje aan je salade. En er zitten natuurlijk ook hele goede gezonde plantaardige olie en vetten in. Voor je salade ook gezonder te maken. En wat je ook kan doen om je salade nog wat te vullen. Bijvoorbeeld als je er geen vis doorheen doet. Of geen kaas doorheen doet. Of een combinatie van. Is dat je gewoon even een eitje kookt. En dan doe je er een hard gekookt eitje. Die hussel je er ook nog eventjes doorheen. Zo maak je ook je salade wat vullender. Daarnaast maak ik ook gebruik van verschillende soorten notenachtige en pitjes en zaden. Dit is amandelschaafsel. Walnoten is ook heel lekker om mooie salade heen te doen. Wat kokosnoot, gemalen kokosnoot is ook lekker om er doorheen te doen. En wat pitjes, zonnebloempitjes, die doe ik ook regelmatig doorheen. Dat geeft ook weer een lekkere smaak aan je salade en het is natuurlijk ook weer super gezond voor je. En je ziet dat ik allemaal van die handige potjes heb. Nou, deze heb ik bij de Albert Heijn gekocht. Gewoon heel makkelijk kun je gewoon overal van dit soort kleine potjes halen. Zet je in de kast en dan kun je echt alweer een paar weken mee vooruit. Als je iedere keer een klein beetje door je salade doet, is voldoende en ook gewoon heel erg gezond. Ik wil jullie kort demonstreren hoe ik heel snel een makkelijke salade maak als lunch. Nou, we gaan hier even een makkelijke, snelle salade maken. En ik zal je laten zien hoe ik dat eigenlijk bijna iedere dag wel doe. Ik heb hier een stukje komkommer. Die snij je even in plakjes. Tomaatje. Lekker makkelijk. Eén even tomaatje in blokjes. Dan heb ik hier het blokje mozzarella. En mozzarella snij ik ook even in blokjes. Voeg ik daar wat olijfjes aan toe. Een klein beetje zilveruitjes. Ik doe daar een blikje tonijn en water in. Ik heb net het sap eruit gegoten, dus het is nu gewoon droog. Ik doe daar een paar zonnebloempitjes bij. En ik vind het ook lekker om een beetje wat walnoten erdoor te doen. En voor de smaak maak ik het af met wat slasaus en in dit geval gebruik ik hier hazelnootolie voor. Ik
zoals je ziet is dit een heerlijke, lekkere, makkelijke salade geworden. Ik denk dat ik nog geen 30 seconden ben bezig geweest. Het is super snel gemaakt. Je schept het even lekker op in een bakje en ja, je lunch is eigenlijk klaar. Dan krijg ik ook wel eens de vraag van Farah, heb je ook lunch om mee te nemen naar mijn werk of mee naar school of voor onderweg? En dat is eigenlijk heel makkelijk. Als je dit dus hebt gemaakt, dan doe ik het altijd in een bakje. Ik heb er zo'n bakje voor. Hier doe ik dan de salade in. En in het bakje zit dan een lekkere, supergezonde salade. Die je gewoon mee kan nemen naar je werk of naar school of naar voor onderweg of als je ergens heen gaat. Je hoeft alleen maar eventjes een lepeltje of een vork mee te nemen, net hoe jij het lekker vindt om te eten. En ja, dit is dan je lunch. Nou, ik hoop dat jullie dit een informatievolle video vonden, dat jullie hier wat aan hebben gehad en inspiratie uit hebben opgedaan. Ik zou zeggen, ga aan de gang met deze ideetjes die je hieruit hebt kunnen opdoen. Ga lekker een gezonde lunch maken voor jezelf, voor je familie, voor je gezin, voor je kinderen. Ik weet zeker dat het in de smaak valt. Laat je fantasie spelen en je krijgt vanzelf een lekkere gezonde lunch. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ben je nog niet geabonneerd op Slank en Fit TV? Doe dat nog even dan. Rechtsonder is de abonneerknop en daar kun je even op klikken. Zo blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwe video's. Heb je nog ons e-book nog niet aangevraagd? Dat kan altijd. Ik zal de link even onder in de beschrijving zetten. Die kun je aanvragen via de site door eventjes je gegevens achter te laten. En dan ontvang je het e-book gratis in je e-mail. Dankjewel voor het kijken nogmaals. Succes met deze tips. Laat een reactie achter onder deze video als je nog een lekker recept hebt of een lekkere salade voor jezelf hebt gemaakt. Ik wil het graag van je weten. Deel het ook met de anderen. En ik zie je in de volgende video maar weer. Doei! Dit is de eerste oefening. We doen de benen in de lucht en we gaan met onze ellebogen naar de knieën toe. En dit is goed voor de buikspieren. Doe dit 8 keer en rust eventjes weer uit en vervolgens weer 8 keer. En je kunt het daarna een paar seconden volhouden zoals ik hier doe. En dan wacht je even weer terug en de andere kant. Oh, mijn balans. Oké, dat was de eerste oefening. En nu gaan we naar de tweede oefening. De tweede oefening, ik heb niet zo heel veel ruimte als je hier ziet, is je kunt het me gewoon nadoen. Probeer het zo.